Die hele cd is een, ja, daar zit niet zo'n rode draad in als bij andere cd's die we gemaakt hebben voor Channel, de meeste. Het is een cd rondom het strijkkwartet, de strijkers van de Ebony Band. En het zijn allemaal stukken, natuurlijk uit de periode 1920-30, van minder bekende componisten, die allemaal het slachtoffer zijn geworden van de nazi-regime. En die de moeite waard zijn om nog eens uit te voeren en die nog nooit op een geluidsdrager verschenen zijn. En dat vind ik het leuke aan deze cd ook, dat je dan toch nog bij het meest ontgonnen repertoire van het hoogste kamermuziekensemble wat er bestaat, strijkkwartet, dat je dan toch nog zoveel stukken kunt vinden die werkelijk de moeite waard zijn. Nu luisteren we dus naar een stukje van Erich Itoh Kahn, een Duitse Joodse componist die via Frankrijk naar Amerika is geëmigreerd. Die eigenlijk een echte twaalftoonscomponist was, maar dit stuk heeft hij nog in zijn studietijd geschreven, toen hij nog onder invloed was van laat expressionisme. 3 maanden heeft het geduurd voordat hij van Marseille in New York terecht kwam. Heeft zich daar gesetteld en een moeizaam bestaan opgebouwd. Is vrij jong gestorven, al in begin jaren 50 geloof ik. En hij is, dit stuk is uit zijn studietijd nog, toen hij nog niet zijn eigen stijl had gevonden, want zijn eigen stijl was echt een navolger van, of in de stijl van twaalftoonsmuziek van Schoenberg. Hij was daar een groot kenner in. Hij heeft ook in Parijs leerlingen gehad, onder andere René Leibowitz, die weer de kennis over die twaalftoonsmuziek doorgegeven heeft aan Pierre Boulez. De andere componisten hier zijn, ja, dan is er bijvoorbeeld Joseph Matthias Hauer. Dat is deze fantastische gek. Die eigenlijk het twaalftoonssysteem heeft uitgevonden. Althans, hij was daar jaren voor Schoenberg mee, maar hij was weinig publicitair begaafd. En dan is er een stukje van een Amerikaan, Grünberg. Die is dan wel niet direct het slachtoffer geworden van het nationaalsocialisme. Omdat hij op tijd weg was, begin jaren 20. Maar hij heeft wel zijn muzikale opvoeding in Europa gehad. En hij schreef muziek die door de nazi's als entarted zou worden bestempeld met jazz-invloeden. En dan hebben we nog Hans-Walter Suskind. Die is eigenlijk beroemd geworden als dirigent, ook in Nederland. En hij is chef-dirigent geweest in Australië en in Canada. Maar die heeft in zijn jonge jaren, het was een Duitse Tsjech, heeft hij heel goed piano gespeeld en veel moderne muziek gespeeld. Veel Schoenberg, veel Jan Hacek en ook gecomponeerd. Thank you.
interbellumperiode, dus tussen de twee wereldoorlogen, is de rijk geschakeerdste periode van de hele muziekgeschiedenis. Met aan de ene uiterste kant 12-toonsmuziek volkomen atonale muziek, en aan de andere kant een nieuwe rage jazz. En daartussenin is een heel wijd gebied met allemaal die elkaar beïnvloed hebben. Die Jokel was een leerling van Alban Berg, dus dat gaat meer naar die 12-toons toe. Kaan, dat zei ik al, die heeft nog de bagage van het late expressionisme bij zich. Dus het is heel divers. Maar je hoort er heel duidelijk gewoon het tijdsgewricht in. Het is een aanvulling op de muziekgeschiedenis, die veel lacunes vertoont. En dat is mijn doel en passie, dat die mensen gedocumenteerd worden die door de nazi's monddood gemaakt zijn en die ik wil rehabiliteren. Er was een wijlen dichter-bioloog, Dick Helenius, die heeft de mensheid verdeeld in twee categorieën. De ene met ontdekkingsplezier en de andere met herkenningsplezier. Nou, deze cd is voor de categorie van de mensen van ontdekkingsplezier. En die met het herkenningsplezier, dat zijn de mensen die zitten te slapen bij Tchaikovsky 5 in het Concertgebouw.